travel number. De Red Star Line, ontsproten uit de Amerikaanse Michigan Railways Company, was een Amerikaanse scheepvaartlijn die meer dan 4 miljoen migranten van Antwerpen naar New York verscheept heeft. Aanvankelijk wou deze lijn ruwe olie naar Europa uitvoeren, tanks spoelen en mensen terug naar Amerika brengen. Maar dat mocht niet van de Amerikaanse regering, dus werden zij maar een kruislijn. Met een verhalende scenografie op een authentieke locatie brengt het Red Star Museum het verhaal van vele migranten. De Amerikaanse architecten Beyer Blinder Bell ontwierpen het museum. Wij mochten met schepen Philip Heilen mee aan boord. Vanaf het begin van de vorige eeuw, van tussen 1874 en ongeveer... Migratie is een zaak van alle tijden. In deze videomontage toont men dat mensen zich steeds verplaatsen om een beter bestaan te vinden. Het gebrachte verhaal gaat over de derde klas passagiers. Hun koffers, maar ook zij zelf, werden gedesinfecteerd, gevolgd door een doktersonderzoek. Hier tegen deze muur hingen die heel grote trommels die je daar op de foto ziet. En het is de mensen van de Red Star Line die daar de bagage van de mensen aanpakten en die bagage naar hier brachten en hier dan in de trommels staken. Er zijn nog gaten in de muur. En dan het vertrek. Eerste en tweede klas passagiers werden onbemoeid gelaten. Hun koffers werden door het Red Star personeel aan boord gebracht en 20 minuten later zaten zij in hun kajuit. Hier kan men opzoeken of bekenden bij de migranten behoorden. Golda Meir, Albert Einstein en Irving Berlin hoorden er in elk geval bij. Travel Driver.